Kees, hier dit is dus de voordeur. En daar is de zijdeur, hè, Daf? Ja. Oké, dan gaan we nu naar binnen. Het is mooi weer. Kijken hoe donker het is. Hoef geen lichten aan te doen. Dit is de trap die naar de guest of naar de nannykamer gaat. Guest of nannykamer. Dit is wel leuk dat we die witte, hoe noem je het ook? Hele leuk, wainscot. Wainscot. Zijn de vloeren. Oké, dit is gewoon een super nieuw huis. Dit is waar we bezig met gaan, maar die laten we nog wel even dicht. En hier kom je in. Hier kom je dus in de keuken. En family room. Dit lijkt een beetje op mijn oude keuken in Raymond. Ja. Niet waanzinnig mooi. Maar ja, mooi. Wel een leuke pharmacy. En een wolf. Weet je, de Sub-Zero's, de wolf. Dan ja, en dit zit er op Shore Road echt niet in hoor. Huh? Nee. Mooie fridge, doen we een fridge. Hier, Sub-Zero Wine Fridge met eieren. De Wine Fridge, waar is die? Die is ook belangrijk. Ja. Ja, maar we kunnen dit niet. Ja, heel belangrijk. Hier eethoek. Eethoek. En hier de family room. En hier de family room, waar Daphne nu toe gaat. En de daarachter French, zie je het zwembad liggen. Ja, en dan French doors aan twee kanten. Zo kom je uit bij de zwembad. Dit is niet verkeerd. Zullen we even door, dan kunnen we zien hoeveel tuin er nog achter zit. Ja, dit kan wel in. En heb je hier nog een terras voor je eethuis? Met nog een stukje. Maar daarachter ligt ook nog gras, toch? Ja, waar de kinderen ook nog kunnen spelen. Daar kan je een swingset neerzetten. Ja. Daar. Ja. En heb je hier het terras. Barbecue, terras, naar de swingset.